arms and go. Ja, welkom mensen van dit scherm en welkom weer bij een nieuwe F1 2020 video. Vandaag gaan wij een keer niet op 105 rijden, maar op 110. Ik ben van mening na een eigenlijk best wel slechte video van de vorige keer dat het kan. Aangezien we in de kwalificatie best meededen met de Red Bull, moet dat ons zeker gaan lukken. Ik ben van mening dat het ons moet gaan lukken in Brazilië de vorige keer. Doen we nu Bahrein. In Bahrein moet het ons gaan lukken, dus 5 en dan een eenmalige kwalificatie. Politie met de Racing Point was, dacht ik, aangezet. De weer doen we even op droog. Zo ook goed. Zo weten we in ieder geval zeker dat alles goed gaat. Zo, daar gaan we. Ik rijd met medium traction control, ik rijd mezelf met schakelen en ik rijd met braking assistant uit. Volgens mij staat de racelijn alleen aan bij de bochten, maar dat verandert soms nog wel eens. Maar ja, voor de rest rijd ik op alle anti-lock brakes staan aan. En voor de rest heb ik alle assisten uit, want volgens mij heb ik alleen nog mijn anti-lock brakes aan. En natuurlijk die traction control medium. En uiteindelijk is de bedoeling dat ik weet te werken naar traction control uit. Nou ja, we gaan in ieder geval dus vandaag een kwalificatie rijden hier op het mooie circuit in de desert van Bahrein. Ja, een video die ik eigenlijk niet graag op dit circuit wou gaan opnemen. Maar ja, we hebben natuurlijk Brazilië al gehad en Bahrein. Ja, ik heb hier zelf nog niet vaak op geschakeld. We pakken in ieder geval de goede autoafstelling erbij. Dat is deze van Bahrein. Nou, dan gaan we maar op naar de baan, hè. Hier. Deze bocht heb ik heel veel moeite mee altijd. Hier, we daar doen we zelf. Ik mis hier een beetje de bocht, waardoor de exit heel slecht wordt. Lewis Hamilton die rijdt natuurlijk aan de horizon weg, maar dat is ook niet belangrijk. Oh ja, nou ja, een goede kwalificatie is wel belangrijk. Dat is redelijk sterk quali. Als we een paar fouten niet hadden gemaakt, waren we zeker niet op 10 geprofessioneerd. Maar ik ben er wel tevreden mee. Ik denk dat we in de race nog dan wel wat plekken kunnen pakken. Is ook natuurlijk leuk. We zijn helemaal klaar voor de race van morgen. Maar laten we eerst eens zien wie er vooraan de grid komt te staan. Hamilton, Bottas en Max Verstappen. Nu de kwalificaties afgelopen zijn, blijft alleen het hoofdevenement nog over. We zijn morgen live, zonder reclame, voor de Grand Prix. Vergeet dus niet te komen. Dus we kunnen nog wel wat stappen gaan maken. Zien we dat Vettel achter ons gekwalificeerd is. Die zal ons qua race pace denk ik niet bijhouden. Aangezien de Ferrari op race pace niet heel erg goed is. Maar ja, in de kwalificatie heeft hij het ook niet laten zien. Dus ja, dat denk dat we niet hoeven te vrezen dat we vooruit kunnen gaan kijken. Hoop ik. Dat hoop ik dan. Nou ja, moet de boel even laden en dan gaan we naar de race toe. De
Welkom op het Bahrein International Circuit. De coureurs komen nu elk moment het circuit op, waarna de Grand Prix van Bahrein zal beginnen. Er is geen tekort aan inhaalmogelijkheden op het 5,4 kilometer lange Bahrein International Circuit. Met de beste mogelijkheid in bocht 1 en dan kort daarna in bocht 4 ook nog een keer. 15 bochten hier, 6 naar links en 9 naar rechts. Misschien krijgen we 1 of 2 flatspots te zien in de scherpe bocht 10 naar links. Zoals altijd zit ook vandaag weer een man met veel raceervaring bij me in het commentaarhokje. Het is Bas van Damme. Vertel eens Bas, je bent geen vreemde in het overleven van de eerste bocht. Hoe blijf je uit de problemen als er zoveel om je heen gaande is? Er zijn 3 zaken waar je hier zorgen om moet maken, Olaf. Je positie, bewustzijn en discipline. Eerst moet je je auto wat ruimte geven en ervoor zorgen dat je kunt reageren op wat de anderen doen. Dan moet je goed spiegelen, luisteren naar het geluid om je heen om een idee te krijgen van waar iedereen is. En als laatste moet je niet te hebberig zijn. Het feit dat er een gat is, betekent niet dat je er een sprint naartoe moet trekken. Nu de race over enkele minuten start, willen we weten hoe het er beneden uitziet. Lewis Hamilton begint op pole position. En het is Valtteri Bottas die de voorste rij aanvult. Verder op de grid hebben we Verstappen, Albon, Daniel Ricciardo en Stroll, Leclerc, Norris, Sainz en Esteban Ocon. Gasly, Perez, Daniel Kvyat en Vettel, Russell, Grosjean, Kevin Magnussen en Kimi Raikkonen, Giovinazzi en Nicolas Latifi. Het is bijna tijd om de lichten uit te doen, dus op naar de baan en van start met deze Grand Prix. Nou ja, dan gaan we dus op naar de baan. We hebben niet echt strategieën, want het zijn maar 5 laps. Moet ik mijn tactiek gaan uitvoeren? Kijk wat ik doe. Leclerc zit ook wel weg. Hij is iets vergeten terug te schakelen. We zijn er in ieder geval langs. Op de hoop dat we Norris er een beetje bij kunnen houden. Oh, nou ja. We zijn er nog niet helemaal. Ik zei al, Bahrein is niet mijn circuit. Nou ja, helemaal niet op deze tractiecontrole. Als ik hier een beetje steady kan rijden, is het goed. Exits een beetje te redden met mijn ERS. Zaken nog kunnen we er aan bij nemen. Ik zie bijna niks. Ik moet van mijn eigen hersenen uitgaan hier even bij de race leiden.
is natuurlijk niet helemaal waar de Racing Point thuis moet hier, maar DRS is now enabled. Het is beter dan helemaal niks. We rijden nu in de punten, we hebben Norris voor ons rijden, maar door foutjes kunnen we er niet aan voorbij momenteel. Schakelde ik iets te vroeg. Daar hebben onze teamgenoten, dus we rijden helemaal niet zo heel slecht. Oh ja, hier hebben we het wel geneukt. What the fuck? Ik kom van ver, maar het lukt wel. Roegom, het mag als je het remmen denkt dat het lukt. En het lukte mij hier. Oh, hier ben ik al vergeten. Netjes vind ik dit. Er moeten nog wel wat kleine dingetjes veranderen, zoals dat ik die fouten niet meer maak. Maar op zich zullen we een keer een 25% video kunnen gaan uploaden van 105 en 110. Kijken wat de minimale verschillen zijn in rondetijden. Mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Ik in ieder geval wel. Jullie was zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En dan was te abonneren voor meer natuurlijk. En zie ik je later bij de volgende video. Later mensen. Oh.